Even een tip van Juliane Werding. Want avondklok. Oh ja. Ja, het staat voor het diepe geld is het niet best, maar dit is de tip hoor. Geen nicht in de stad. Geen nicht in de stad. Nee. Niet zo best als jouw vrouw dat tegen jou zegt. Operatie is gelukt hoor, aan de baan. Aloe, Black. Mag je dat nog zeggen tegenwoordig? Je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Goed, je hoorde het in het nieuws al. Het is allemaal weer kut geregeld natuurlijk met dat vaccin, mensen. Het kabinet heeft het dit keer zelf geregeld. Nou, dan weet je het wel. Het gaat niet over rozen. Nee, het gaat niet over roos. Maar ze doen net alsof het allemaal goed gaat. Dan gaan we met de schijn. Ja, dan gaan we met de schijn. Dus 900.000 in plaats van 3 miljoen. Het is toch verschrikkelijk. Het is toch ontzettend. Gisteren zat bij een nieuwsuur. Ja. Daar zat een, hoe heet dat? Cortino zat daar. Die heeft zich met HIV en zo bezighouden. Niet hij. En die zei ook, dat hebben wij toen in 2009 laten doen door het leger. Met de Mexicaanse griep was dat. En toen hebben we dus in 2 maanden tijd ruim 4 miljoen mensen gevaccineerd. Ja, joh, het kan ook wel. Het kan allemaal gewoon hoor. Maar goed, zij houden liever de schijn op. Dan gaan we met de schijn. Dan gaan we met de schijn. Ga je met de auto of gaan we met de trein? Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Ja, ja, ja. Zaterdagmiddag. We mogen weer. En haar radio. En top. Lex en ik zitten er bovenop. Welkom bij de show. Allebei er bovenop, wat voor Lex overigens een hele nieuwe ervaring is. Toch, moet er even aan wennen. Ja, dat is eventjes, maar goed. Ja, dan kun je toch met je handen doen de hele tijd. Ik doe de contrabas tijdens het liedje. Contrabas. Ja, dus als je denkt, wat doet die vent? Is hij epileptisch? Nee. Nee hoor mensen, hij speelt de bas. Hij speelt de bas. Jazeker. Raadsel. Ja, raadselbakje. Het keurenmiddag. Raadselbakje. Raadsel. Ja, ik heb een vraagje voor jou, een raadseltje. Oh. Een grote stier. Een grote stierenballen. Hele, die staat in de wei. Met hele grote wat? Stierenballen. Stierenballen. Ja, hoorde die ik het staat toch in de wei. Ja. Ja. Waarom moet je daar nooit koeien bij zetten? Dat is de vraag. Oh, wat een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag, hè? Wanneer horen we het antwoord? Ja, over, leuk gespeeld dit. Over 20 minuten horen we het. Staat allemaal in het draaiboek, hoor, mensen. Oké, die kan weer weg. Ja, zeker, ja. Dat is heerlijk. Harold Melvin en de Blue Notes op de radio. De jaren 70. Satisfaction guaranteed. Doe maar, heren. Satisfaction guaranteed. I'll take your love back.